Een hele goede morgen. Het is weer een nieuwe dag. Het is volgens mij om precies te zijn vrijdagochtend. En ik ben in Duitsland. Zuid-Duitsland, onder in Duitsland. En ik ben met mijn familie. Die staat daar ergens. Daar zijn mijn oudertjes. En Xumara en Jeroen en Gustav en ik gaan in de andere auto. En wij gaan op weg naar Oostenrijk. Oh mijn god. Ja, ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Zoals je al ziet, het heeft al een beetje die wintersferen. En ik neem jullie gewoon mee op reis. We gaan naar Hinterstorde. Dat is in Oost-Oostenrijk, vlak buiten het Tirolgebied. Maar echt wel een heel, heel mooi skigebied. En de komende 3 dagen is het dus echt... dit weer. Ik ben in de schaduw gaan staan, want... zeg maar... dit werd hem niet. Het is plus 2 graden. Maar windstil en zon en hoi. Dus wij gaan de auto in. Wij gaan onze reis voortzetten. Dus veel kijkplezier. En ik zie jullie straks in Oostenrijk. 10. Skioefeningen. 11. Hoe vaak? 15. 12. 13. Pommes frites met een cordon bleu en een bratwurst met brötchen bij de kassa, ja. Wij zijn in Oostenrijk. Ga je maar naar binnen. Kijk. Bergen, dames en heren. Het zijn bergen. Daarachter zijn nog meer bergen. En mensen moeten hier flink naar het toilet, dus we gaan even naar café Annemarie. Want eens even kijken, moet je kijken hoe dit eruit ziet. Nee, er komen alle poepjes en plasjes op de vlog. Alle poepjes en plasjes komen op de vlog. Ook hoe jij onderuit schuift op deze trap. Oh nee, zo glad is het hier dus nu. Ach man, ik zie ze al skiën. Oh, ik heb zo'n zin. Oké, we gaan even acclimatiseren. En dan gaan we gelijk die skis huren. En dan kunnen we morgen gelijk los. Ja, ik kan niet wachten op morgen. Oh mijn godjes, wat is hier fantastisch. En wat wordt hier gegeten en gedronken? Warme chocolademelk. Met apfelstrudel. En hoe heet die sausie? Vanillesauce. Vanille. Vanillesauce. Nou jongens. We zijn op onze plek. En dit is het uitzicht. Wat wij hebben. En hoe noemen ze dit pensionnetje? House Bergblik. En hier slapen we. Oké, wat wel slim is. Het is nu 4:15 en 4:30 sluiten de kassa's. Maar wij gaan toch even hier. Kijk, hier kun je straks omhoog. Morgen, de volgende ochtend, kun je daar met de lift ergens omhoog. Maar morgen wordt het natuurlijk druk, want het is oudjaarsdag. En... dan gaan ook de kassa's natuurlijk veel sneller dicht. En dan is het super druk hier in de omgeving. Maar dus we gaan nog even snel voor 4:30 skipassen halen. Zodat we morgenochtend gelijk los kunnen. Kom, Heidi. Ja, hier, bij de kassa. Zes keer een skipas. Ik heb dat volgens mij helemaal niet echt verteld, maar een skipas heb je namelijk nodig om in zo'n skilift te kunnen. Een skilift, daar laat ik jullie morgen nou wel even zien, maar dan moet je met je kaartje zo plup er tegenaan en dan kun je er doorheen en dan kun je de skilift in. En dan kun je dus helemaal omhoog en dan ga je verder. We hebben de passen, dus we kunnen weer naar huis. Dan voel je einfach mit. Du, es könnte natürlich so sein, Robert, dass es morgen überhaupt nicht so viel... Perfect. En deze is voor mij mat zwart. En dan gaan we hier door deze deur naar binnen in ons loft. Oh mijn god, ik weet niet eens waar ik moet beginnen met filmen. Met mijn zuster. Hey. Dag kind. Daar staat ze in La Cuchera. Kijk, zo leuk. Het uitzicht kunnen jullie nu alleen niet zien. Daar is een toiletje, heel snoezig. Dit is echt een hele mooie badkamer. Die zit gelijk hier. Kunnen jullie even kijken. Kijk, maar echt heel mooi. Douchehoek. Zo ziet het eruit. En dan hebben we hier gelijk een eettafel. Maar dan hebben we naast die eettafel gewoon een hele grote ruimte. Het is gewoon een woonkamer. En daar zit de rest te ontspannen. Hier zit Jeroentje, lekker voor de karrel, stank out. Hé hey, jongen. Daar is slapen gedeelte 1 achter die gordijnen. Moeders in de stoel, vaders in de stoel, broertje. En hier zit gewoon nog een hele zithoek.
Dan heb je aan deze kant, hier is nog een heel slaapgedeelte. Plap. Heb je gewoon eventueel ruimte dus voor kinderen en tweepersoonsbed. En dan zie je gewoon, het is echt heel groot trouwens. Een hele frisse, fruitige, vooral ik niet, goedemorgen. Het is 8:00 ochtends. Ik heb echt de slaap nog overal zitten, maar ik ben inmiddels gedoucht. Mijn haar zit op poep. De kachel staat aan en wij zitten om 8:00 ochtends aan het ontbijt. Want het is oudjaarsdag en om 8:30 gaan namelijk de liften open. Dus wij gaan nu snel eten en dan gaan we naar de liften en dan neem ik jullie mee. Oh mijn god, ik heb er zo'n zin in. Jongens, hallo. Hebben we zin om te skiën? Hey. 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 Het is zeg maar windstil. Het is hier beneden in het dal, begrijp ik nu, min 13 graden. En boven op de berg is het plus 2. Dus het is echt perfect ski weer. Kijk. Oh, het is die mooi, het is die mooi, het is die mooi. Jezus. Goed hè? Ja. Oké, nou we gaan nu voor het eerst naar boven. En dan gaan we boven eens even bekijken hoe de pistes er allemaal uitzien. Het is een en al berg met overal verschillende pistes. Maar we gaan eerst even blauw, want we moeten natuurlijk even kijken of het allemaal wel of het allemaal wel gaat. Ja, daar gaan we. Deel 2. Jongens. We hebben weer zo ongelooflijk veel geluk, want het is zeg maar gewoon dit weer. Dat houdt in, het is strak blauw, de zon schijnt. Ik hoop dat jullie het een klein beetje kunnen zien, maar het is werkelijk waar. Niet normaal! Hoe vinden we het hier? Ja, leuk! Ja, vind je het goed? Hey, een hondje! Hey, die zit er op de grond. Zijn we klaar voor? Ja, dat is niet mooi hè? Ik ga eens even weer met dezelfde stick skiën. Komt u mee. Oh jongens, jongens, jongens. Dit? Is echt te geniaal. Ik heb mijn stokken in één hand. Dus ze komen vanzelf ergens achter mij aan. Maar je moet even kijken jongens. Oh, dit is zo mooi, dit is zo mooi. Ja, en ik wil jullie ook eigenlijk even de geur laten ruiken. Nee, dat kan natuurlijk niet. Deze geur die hier ruikt is niet normaal. Het is zo fris en zo... Ik heb er geen woorden voor. Jongens, wij gaan weer even verder. Ik stop hem even weg, want het is niet zo heel makkelijk. En wij gaan hier ook de schaduw in, want de zon is nog daar. Dus ik zie jullie later. Goed, nou ik zit inmiddels weer in de lift met mijn moeder. Hoi. Gustavo. Sim. Zwaar. Hey, hondje. Meisje Noom. Nou, en wij gaan hier, al bungelend, gaan we helemaal zo omhoog. En dan is daar gewoon weer een hele mooie piste die we daar kunnen nemen. Dus En wie is die ene laatste gozer met die bril op? Die ene laatste? De laatste gozer. Dat is Xiomara. Guta. Hey. Heel even wat anders. Jeroen, hier, ik heb geen idee waar je staat. Ja, top. Die heeft op zijn telefoon zo'n skimeter. En dan kun je dus meten hoe hard je gaat. En ik heb dat ding dus net even in mijn broekzak gehad. En je hebt hier zo'n piste waar je dan helemaal zo heel hard naar beneden kan gaan. Ik ging dus 74 kilometer per uur. Wacht, hier, ja. 74 kilometer per uur. Topsnelheid. Super goed. Daar in Jeroen, een snowboard. En daar is de zadel. En dit is het vooraanzicht. Als je dus gaat skiën. En dan ga je naar beneden. Over de hobbeltjes. Hey! Over het ijs. Het! Hey! Het! 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 Hup! Hey! Woehoe! Jezus, wat is dit leuk!
Hey, 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 de gek. Hey. Yep. Vamos, amigo. Doe maar. Ziet er wel stoer uit op tijd, hè, snowboarden. Wel dope. Door eens. Diepa, kabel. Wat trouwens helemaal schattig is, is dat wij nu in een buitenhuis... Het is hier gewoon een dakje en dan is hier een opening. Gaan wij nu met -8 barbecuen. Oftewel, er is hier een grillplaat.nl. Kijk, of je het een beetje kan zien. Die is mijn vader nu aan het schoonmaken. We hebben allemaal vlees en worstjes en grillspullen. En we gaan hier aan tafel van alles zitten grillen en barbecuen. Dit is onze grootste pussy.nl trouwens. Je wil niet weten wat deze jongen aan heeft. Guus, moet jij geen handschoen aan? Oh, die heeft... Wat een aansteller. Zo, het is inmiddels de volgende dag. Ik ga nog even een paar shots doen, want ik heb net even de opnames bekeken en ik kan nog wel een paar dingen erbij doen. Dus ik ga zo meteen nog even wat rondjes skiën en dat ga ik even filmen. En daarna ga ik op pas afsluiten. Dus veel kijkplezier nog even. Dag 2! Daar gaan we weer. Hey, jong. Die hebben we stoer. Heel veel hobbels. Dus wat gaan we doen? We gaan sneller. En dan gaat er niks boven met z'n allen in zo'n hut zitten. Kun je kijken, het is gewoon echt een houten hut. Bouillonnetje, ik heb gewoon een dikke bord pasta, want er moet goed gegeten worden. Yo, we zijn de volgende dag. En dit gebeurt dus ook wel eens als je in Oostenrijk bent. Dat het gewoon weer bakken uit de lucht valt. Het is eigenlijk niet zo lekker skiën. Maar het gebeurt best wel vaak. Dus ik film dit er gewoon even tussen. Want ook dit is wel leuk om eens een keer te zien. Je ziet helemaal niks meer van mij. Want sorry, met mijn blote huid in het weer hoeft namelijk echt niet. Maar de sneeuw is fantastisch. Maar dat is mijn zusje. En daar staat de rest. En dat is de piste. En het is zo ongelooflijk hard aan de sneeuw, jongens. Dat is niet normaal. Maar het is wel lekker. Dus hier, ik ga je eens even laten zien hoe ik smaak eruit ziet. Hey. Dag, kind. Hier, en dan gaan we eens even naar mijn broertje toe. Ik ga even laten zien hoe die eruit ziet. Heb je er zin in? Sowieso. Is lekker skiën nu, hè? Lekker weer, hè? Hoi, jongens. Kom jij aan de bus, jongen? Hey! En die dan? Wat verdik je? Dan was ze een goede liste. En die dan? Hé, hey, hou op! Nou ja, wij gaan hier zo meteen rechts vooruit. Daar is de blauwe piste. En dan gaan we lekker rustig aan door de tiefsneeuw. Goed dan! Maak eens even een sneeuwengel, jochie. Kom het eens overuit, jongen. Ik ga jullie even laten zien in het volgende shot hoe het ski is hier. Hier zijn mijn skis. En dit is de afdaling. Kun je het zien? Woo!
Hey. Nou, moet je zien. Huh? Oh, bijna mijn bek. Daar in de verte staat mijn zusje. En dan gaan we er eens even achteraan. Ik heb geen idee waar ik... Jezus, waar ik ski. Wow! Hey! Nou, ik denk dat we 2 afdalingen maken en dan gaan we naar huis. Want dit hoeft zeg maar echt niet. Zoals ik met Lau zou zeggen. Nou goed. Ik vond dat jullie dit ook even moesten zien, want ook dit is de realiteit. Oké, guys. Het is, hoe laat is het ongeveer? 4:30? 4:30. 4:30, zoiets. En wij zijn met z'n 5. Goed daar. Zijn wij de laatste afdaling aan het maken. En helaas komen hier nu net een paar skiers aan. Maar we stonden hier net. En het is doodstil. Het is echt doodstil, windstil, blauwe lucht. En wij gaan nog lekker even naar beneden. Alleen daar is het zo donker tussen de bomen. Daar zie je helemaal niks meer. Hebben we zin in? Jojo! Jullie ook? Xumara is echt een baas, jongen. Xumara is echt een baas. Oké, vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zie je in de volgende video. Doei!